Vandaag wil ik het hebben met jullie over de Laser Citizen Kinetical fietshelm. Kinetical, wat is dat eigenlijk ten opzichte van MIPS? Je hebt eigenlijk een hele andere binnenschaal ten opzichte van de gele binnenschaal die we gewend zijn van de MIPS, zoals ik hier ook bij me heb. Wat eigenlijk de Kinetical doet, is eigenlijk een soort tanden die aan de binnenkant zitten. Als je een impact hebt, zo'n grote valpartij, gaan ze naar elkaar toe in plaats van de loszittende roterende binnenschaal zoals bij MIPS. Allebei even veilig. Laser kiest hiervoor omdat hun erachter staan dat dit wat veiliger is ten opzichte van MIPS. En MIPS heeft sowieso zijn eigen verhaal natuurlijk. Het voordeel wel is van deze Citizen is dat hij super comfortabel op je hoofd zit. Mooi af te stellen achter op je hoofd. Eventueel nog te combineren met een achterlicht. Weinig ventilatiegaten, dat is op zich ook niet nodig op een e-bike / tourfiets. Ik zou hem niet adviseren voor op de racefiets of de mountainbike, want daar heb je te weinig ventilatiegaten voor. Heel veel verschillende kleuren beschikbaar. Mocht je deze wat vinden, kijk eens op de wielrennen.shop naar de kleuren en mogelijkheden. En mocht je deze video leuk vinden, duimpje omhoog en abonneer op ons YouTube kanaal.